Oké, nu moet je echt je mond houden. Ik zeg echt niet nog een keer. Hoe? Je mag wel filmen. Ik zit hier. Maandag. Ja. Veel plezier, hè, jongens. Voorzichtig. Hey, vriend. Brassen. Doei, schatje. Doei. Tot maandag. Maandag. That's my mom's house. We're going home. Home sweet home. En als kind, ik weet niet precies hoe oud ze was. Zei ze, ik krijg geen gewoon leven. Dat zei ze. Maar ze wist niet hoe. Hutten bouwen, slootjes springen, geen poppen. Altijd de broeken aan willen, totaal niet met kleding bezig. Toen kon ik haar poseren. Ik zag er dus altijd zo uit. Ja, heel close. We waren altijd samen. So it's very interesting, the contrast between what I do for a living now and who I really am. Because who I really am is that tomboy. But then, for some reason, I really enjoy it too when I go to New York, for example, and I have to go to the Met Ball and do a red carpet. And then I think about Milena. It's almost like she is my alter ego. She's the girl I would have liked to be sometimes, but that I'm not at all. Laura, waarom ga je me napraten? Nee. Nee, maar toch met haar. Jure? Ja. Maar ze wil helemaal niet skontjes onder, ja? Nee, misschien. Nee, skontjes als fietsing is. Oh my god. Maar kies die voorstellen vinden dat men hier wennen in Jestemaar. En dat van Jestemaar de oorlog naar New York is heel groot. Dit plak, mijn section 100 meesken, dan in één keer in New York om te komen. Ik ben wie haast nog nooit eens in Amsterdam geweest. En dan ik kwam aan de telefoon en ben helemaal binnen en dan googelde men. Men had een zavolle heimwee aan. Ik vond het verschrikkelijk de eerste keer. Dit is een video! Oh. My dad told me how to sail at a very young age and it's one of the skills I'm so happy that he taught me. When I sail, I feel free. I feel one with the elements, water and wind, and it's such a rush. Ik ben aan het inpakken en ik ben echt zo van, ik heb nog een Miami koffer die ik moet uitpakken. Nog de koffer van vakantie en die van Berlijn. Of waar waren we ook alweer? Ik weet niet eens waar we waren. Ja, Rick Owens Colbert. Oh, die! Ja, komt goed. Nou, fijn, dankjewel. Een jurk. Een jurk? Ja. Dit is mijn korte broek. Die met in de was. Ik ga niet staan missen. Ik ek. Ja, want papa. Papa is de hele week thuis, hè? Wie? Dan gaan we terug, joh. Ja, weet ik wel, want ik vind het ook leuk, maar waarom kan ik het dan niet? Hé, hey, jongens. Pas op. Gatjes. Koffers even. Dag, schat. Doei. Fijne reis. Dankjewel. Let je op jezelf. Dankjewel. Ja. Was goed op jezelf. Hey. Was goed op jezelf. Ja, en doorheen, Milena. Lekker genieten met papa, ja? Hey. En de squeeze moet helemaal rollen. Voorzichtig. Moest me opbieten. Doei. Oh jee, zeg, staat in de auto. Kom maar. Doei. Doei. Oké. Dan Mimi. Ah.
Hoi, mam. Hey, schatje. Hoi. Ja, ik zit op Flinfield. Ja, heel goed. Ik vond het zo moeilijk voor de middenbaan. Of voor de eer? Ja. Wat nou? Hij is gewoon na de vakantie altijd moeilijker. Ja, wegstaan, hè? Ja. Dat is een mooie tien hoor. Ja. Nee, ik ben ook nog net in New York. Nee, we missen je. Ik mis jullie ook zo erg. Ik laat weten als ik ben geland. Oké? Okay? Doe ik. Hou van jullie. Hou van Jim. Doei, katjes. Doei, doei. So, I just got to New York. And usually first thing I do is do a fitting with Caravan. She put me in this dress and it's way too short for me. Look at this. No, listen, I think it's perfect. No kids, no cooking, I can have long meals. Exactly. I'm going to the Harper's Bazaar Icon party tonight in New York. Together with Joan. Joan! Hello. I'm going to wear this sunshine. Spirit fingers! Oh, no. Yes, that one. Mess. Yesterday at the fitting it fit much better. That damn Shake Shack strikes again. The fries now. Between this is me sucking it in, this is me relaxed. Stop, don't rip the dress. I'm so ready. We've been having lots of fun. Now we're leaving. Bye. She hates the hair flip. You do? No, because it always comes out perfect and like I can't do it. And ladies to the right side together. Ladies, just turn this way, pivot this way. There we go. Would you mind picking me up on? Nou, die heb je ook gelijk. Als ik een keer heel druk ergens in New York ben en ik zeg, oh, ik wil echt zo graag naar huis. En dat je dan die haan. I have great memories, most of all from just growing up in the countryside here in Jestermar. This is where I feel most at home, where I recharged after a busy time. And I'm very grateful that my mom still lives here, because I can actually give a part of my childhood to my children. Maar dan moest het hele blomke pakken. Lekker in de thee. Ik moet heel veel Marjanskruid. Sint-Janskruid. Oh, Sint-Janskruid. Ja. Dan was ik gezond van. Doe maar villen. As a child growing up in the north of Holland, in Friesland, I would go speed skating every year. In the winter time, when all the water would freeze. Iedereen ga je schaatsen. I have the best memories from that time. And for me, living that close to nature is such a big gift that I always take with me in my life. Ik zat altijd samen met Rens onder deze boompjes. Te smikkelen, ja. Kijk maar, dit zijn de lekkere besjes. Ze zijn niet giftig. Het lekkerst als van de... Oh ja. Lekker? Walking barefoot in the grass. I mean, I never even wear shoes when I'm here. And it's one of my favorite feelings. It's having my feet in the grass, touching the ground. Wij speelden hier vroeger altijd. Dit zijn berenklauwen. Moet je wel een beetje mee oppassen hoor. Ik heb het altijd heel erg gewaardeerd dat we gewoon hier waren en dat we niet... Ik had het helemaal ook niet zoveel nodig om uit te gaan of dat hele sociale. Ik vond eigenlijk deze plek vooral heel fijn. Ik weet niet een betere plek om...
om helemaal op te laden als ik dan heb gewerkt en veel mensen om me heen heb gehaald. En... Zullen we een wedstrijdje doen? Waar het vierste spring ik in op de skommel? Maar kies... Uiteindelijk thuiskomen is een gevoel met de mensen om je heen. Dan ben ik wel het liefst bij mijn ouders en mijn zus en Sunderin en de kinderen. En heb ik eigenlijk helemaal niet zoveel nodig. Bah. Kennen mij. Oké, Milena, Willem, kom snel. Een engel. Waar is het? Ja, een engel. Waar komt hij nou weer vandaan? Maar je Ronnie. Los van deze plek is denk ik natuur heel belangrijk voor een mens. Ik heb echt weinig nodig gehad, altijd. En dat komt wel doordat je van een plek komt, denk ik, zoals dit. Omdat ik altijd rijk ben geweest in liefde om me heen en in vers voedsel. En dat altijd heb gewaardeerd, denk ik. Dat als je die rijkdom voelt van binnen, denk ik dat dan is alles een bonus. En zo zie ik het. Mami. Doei, mami. Doei, doei. Rennen. If you like this episode, please give a thumbs up. Nee. Ja. Gaan ze mooi jeren. Ik ga nog een boekje voorlezen. Eerst, I need to tell them to put a thumbs up. Thumbs up. Thumbs up. And don't forget to subscribe. 네. Milena. Koek, koek. Oh, zo'n kip. Zo'n kip. Dat is humor. Ja, dat is echt humor. Zo grappig.